ben een zotte fan van nostalgie en memorabilia. Dus ik hou dat wel allemaal bij en ik koester dat enorm en ik vind dat super cool. Maar het feit dat ik daarbij was en die gedachten, dat is alles. Welkom in Café Tilt. In de schaduw en de luwte van het Mechelse Vrijbroekpark reconstrueren we samen met een geel-rood elftal de woeligste periode uit de clubgeschiedenis van Malinois. De redding. In hun ultieme poging om de club te redden openen Mark Uiterhoeven, Fivanhoof en Pietenboer een rekening bij een bank. Daarop kan iedereen die wil helpen een bijdrage storten per schijf van 1000 euro. Sommigen kijken naar hun eigen portefeuille. Anderen organiseren acties om geld in te zamelen. Ook de toen 16-jarige Evert Winkelmans en zijn maten trekken ten strijde. Ik denk dat we met 8 waren. Ik ga ervan uit, we zijn met 8. Ik klop af op 8. Ik denk sowieso dat iedereen zijn zakgeld. Ik denk dat we in die weken bijna al ons zakgeld apart hebben gezet. Dan waren die grappige stickers er. We hadden van alle stickers. We hadden zelfs stickers tegen de voetbalbond en zo. En die gingen we verkopen voor heel lage bedragen. Niet voor zotte lukverijen bedragen, maar we gingen stickers verkopen, deur aan deur gewoon gegaan. Ik denk, wafels of taarten hebben wij ook nog gedaan. Ik denk taarten. Nou, dat moet ik ook nog eens navragen, maar ik ben eigenlijk vrij zeker van taarten. Wij hebben kaarten van de Nacht van de Malinois verkocht voor meer, dat weet ik ook nog. Ik denk dat 10 euro inkomen was of zo, en we verkochten die dan voor 15 en dan konden we 5 euro extra. He, want er waren ook veel steunkaarten bij voor de Nacht van de Malinois. Mensen, ja, ik heb zelfs denk ik aan mijn ouders toen verkocht, allee, zeker aan ons moeder, en die zou nooit komen, dat wist ik. Dus daar kon ik dan meer aan vragen. Dus dat was winst. En zo hebben wij in totaal met al die kleine beetjes 1000 euro bij elkaar gelegd. Dat is eigenlijk niet zot, dat is eigenlijk iets heel klein, maar dat is eigenlijk gewoon van deur tot deur gaan. Want dat is heel mooi en ook vrij schaamtelijk tegelijkertijd. Want ik ben eigenlijk redelijk introvert van mezelf en redelijk verlegen. Dus om bij mensen te moeten gaan aanbellen, om geld in te zamelen voor een voetbalclub, dat was wel een drempel waar je je moest overzetten. Ik dacht, de mensen gaan mij uitlachen. Of de mensen gaan denken, dat is een leugen. Hè? Want ja, je hebt geen enkel... Je komt gewoon aanbellen en je zegt, ja, KV Mechelen gaat verdwijnen. Heb je iets om te geven? Dus dat is eigenlijk een heel raar ding. En ik weet nog dat Kevin Smets, waar ik toen ook heel veel mee naar KV Mechelen ging kijken, die had eigenlijk een briljant idee. Die heeft toen aan Mark Uiterhoeven gevraagd om een briefje te schrijven waarop stond dat het wel degelijk was voor de reddingsactie van KV Mechelen. En dat bewijs was cruciaal in de zoektocht naar geld. Ja. Dan konden we eindelijk onze schijf overschrijven, want het moest per 1000 euro. En ik weet nog dat we toen wel zeiden bij die overschrijving, oh, ja, nu gaat die in orde komen. Als wij ook nog onze 1000 euro overschrijven, ja, want wij dachten, wij zijn sowieso de allerarmste en allerlaatste die 1000 euro overschrijven. We waren 16, 17 jaar. Dus wij dachten, ja, als wij dat al doen, dan gaat dat een massavolk zijn dat heeft gedaan. En wij gaan miljoenen hebben opgehaald. En, dus ja, we hebben dat overschreven met een heel positief gevoel. En gedacht, ja, nu gaan we de club een extra pushje geven om het te halen. Achteraf bleek dat het ingezamelde bedrag helemaal niet over miljoenen ging, maar dat maakte helemaal niet uit. Maar wij waren wel bij die 1000 euro ervan overtuigd dat we mee het verschil konden maken. En dat is voor mij het enige gevoel dat telt. Wij hebben geen tienduizenden euro's opgehaald, verre van. Dat ging over kleine bedragen. Maar wij wilden gewoon het gevoel hebben dat wij ook hadden geholpen. Ik zou het keihard gevonden hebben en ik zou het mezelf waarschijnlijk heel lang schuldig gevonden hebben hadden we verdwenen en had ik niks gedaan. Ja. Want dan had ik altijd gedacht, ja, wie weet. Wie weet was die 500 euro of die 1000 euro die ik had kunnen verzamelen wel het verschil geweest. Het enthousiasme van de fans die 10 euro, 20, 50 euro hebben bijeengelegd om die 1000 euro schijven door te storten, dat enthousiasme heeft al de rest aangezwengeld.
Dus je moet niet denken dat het van boven naar beneden is gegaan. Het is van beneden naar boven gegaan. Het zijn de fans die al de rest heeft overtuigd om mee te doen. Het is gemakkelijk om te zeggen, ja, en dan kwam Scarlett en Netnet en wie weet. Die zijn alleen maar gekomen omdat al die zotte fans daar achter de kazerne van alles aan toen waren om geld in te zamelen. En die dacht, shit, die club is populair. We moeten meedoen. Het is van beneden naar boven gegaan. Zonder al die kleine initiatieven leeft het ook niet. Hè? En het is wel waar, soms hoor ik zeggen, maar die kleine initiatieven die brengen toch niet veel op. Ik hoor hier achter mij daar juist zeggen dat de lichtstoet van Sint-Katelijne-Waver 120.000 oude Belgische franken heeft opgebracht. Dus om u maar te zeggen dat de kleine en grote initiatieven even belangrijk zijn, maar dat die top-initiatieven zoals dat mooie geschenk hier, dat dat natuurlijk meer de aandacht trekt. Op de Mechelse kerstjumping is er een paard verkocht, hè? Ten voordele van KV Mechelen. Ik weet niet of dat paard ooit een prijs heeft gewonnen. Uiteindelijk, ik denk het niet, maar... Maar ik denk dat dat voor 7.500 euro of zo is gegaan, uiteindelijk, dat paard. Ja, dat zijn wel direct stevige bedragen, hè. En ik weet nog, er was een kalender met Wulps KV-supporters. Ik heb die zeker gehad, ja. Maar jammer genoeg denk ik dat mijn moeder bij mijn verhuis in mijn hele doos van KV Mechelen gadgets van die periode heeft weggegooid. Maar die kalender, dankzij Bertrand Peters, die hem wel nog had natuurlijk, heb ik die over het laatst nog eens teruggezien. En ja, dat blijft interessante lectuur, hè. En ik weet dat er daar heel veel van gedrukt waren. Dat weet ik nog. Ik weet nog dat die gast die dat initiatief had genomen, die had er echt superveel gedrukt. Een friet met mayonaise, een curryworst en een drankje naar keuze. Dat is wat je gisteren voor 10 euro ten voordele van KV Mechelen kon kopen in een plaatselijke frituur. De uitbaatster wil zo haar steentje bijdragen in de strijd om KV van de dood te redden. KV Mechelen mag niet van het straatbeeld verdwijnen. Wij moeten dat in ere houden en alle kleine beetjes helpen. Wij hopen vandaag een groot deel binnen te krijgen, ons 10.000 euro. Dat is 1000 pakken friet en wij hopen dat te halen. En dat zal wel lukken. Ik weet nog dat er een enorme file was bij Frituur Yvonne voor die actie. Want wij kwamen daaraan en wij dachten, ja, er gaan geen frieten meer zijn als het aan ons is. Dat dachten wij echt, maar op een of andere manier had hij in haar achtertuin een enorme stok aan frieten, want we hebben uiteindelijk daar wel nog aangeraakt. Ik weet nog, iedereen kwam daar ook altijd naartoe. Ja, Mark, Piet, Vie, Johan Timmermans was daar ook altijd op al die acties. Je kwam altijd en overal eigenlijk dezelfde 100, 200 mensen tegen. Als je zo, hè, want je gaat nu altijd met je groepje naar de voetbal. En soms komt in het passeren iemand tegen. En dat is maar 2 seconden. En dat is 99% van de keren dat je die kent van de redding. En ik ben heel blij dat al die mensen ook nog altijd komen kijken. Ja, dat was een soort van trein die aan u passeerde. En ik heb eigenlijk persoonlijk, misschien omdat ik zo jong was, nooit het gevoel gehad dat dat ging mislukken. Maar dat is misschien omdat ik naïef was. Ik was jong. Ik weet nog, wij waren met ons vast groepje waarmee we altijd naar KV gingen kijken. Wij waren 16, 17. Wij dachten van, wow, spannend. Er gebeurde iets nieuws. We waren elke dag in de media. Dus wij dachten, ja, als je zoveel nieuws pakt en je bent zo belangrijk in Vlaanderen blijkbaar, ja, dan gaat dat ook niet verdwijnen. Dus wij zaten in een soort van rush. Ik denk dat wij bijna elke dag achter de kazerne passeerden. Ik denk dat wij bijna elke dag wel bezig waren met een of andere actie te ondersteunen. Ja, dat was een trein. En ik heb nooit de gedachte gehad dat dat ging mislukken. Wat ik me ervan herinner, was er meteen heel veel enthousiasme, maar was iedereen nog wel aan het zoeken van wat kan ik daar persoonlijk toe bijdragen. Ik denk dat heel veel acties echt pas in januari tot volle wasdom zijn gekomen, omdat heel veel mensen misschien ook aan het afwachten waren. En daarom weet ik, tussen kerst en nieuw was het belangrijk om iedereen terug op scherp te zetten van hey jongens, het is echt wel heel belangrijk dat we met z'n allen er vol voor blijven gaan, want anders gaat het niet lukken. Dat weet ik, dat heel veel in de media, dat Mark toen ja, sowieso een heel belangrijke rol heeft gespeeld, maar toen ook er echt 100 keer op gehamerd heeft. Pas op, het gaat niet gemakkelijk zijn. En ik denk dat dat tussen kerst en nieuw een beetje de boodschap was van jongens, in januari gaan we er terug vol voor moeten gaan. Omdat 1000 euro storten niet voor elke supporter vanzelfsprekend is, wordt een extra inzamelpunt voorzien. Daar kan je terecht met eender welk bedrag. Radio Reflex, de bekende stadsradio, was ook cruciaal, denk ik, tijdens de redding. Want die hadden gezegd, kijk, wij zijn alle dagen open.
Dus mensen die Mechelen passeren en iets willen komen afgeven van cash geld, die kunnen dat bij ons komen doen. En ja, dat werd echt een vergaderplek. Dat werd een plek waar dat meer gebeurde dan alleen dat afzetten van dat geld. Maar een van de leukere verhalen, en dat wordt vaak verteld, maar dat is echt waar. Dat is dat ook jonge mensen, jonge kinderen echt met rosse munten kwamen. Echt hun eigen zakcentjes die ze kregen in het weekend kwamen afgeven. Daar zijn spaarpotten gebroken, kapot geknipt geweest. En je kunt dat wegzetten als... Ja, dat is zo'n boutade van... Oh ja, allee, de mannen van KV, hè, ze zijn de spaarpotjes van de kindjes. Maar als je daarbij waart, dan praat je daar zo niet over. Want dat was wel echt... En ik ben er ook 100% zeker van dat al die kinderen die dat toen gedaan hebben, dat die nu een zware KV Mechelen-fan zijn. En dat is niet... Dat is geen... Dat was echt... Die emoties waren ook echt... Dus ik haat het als mensen daar wat lacherig of neerbuigend over zouden doen over die periode. Want dat was echt dat gevoel van die mensen die bij Radio Reflex in de portemonnee kwamen legen. Dat was echt, en dat ging niet over de rijken der aarde. Dat was Mark zijn grote vrees, hè? Ja. Dat hij mensen ging opstoken om hun weinige geld dat ze misschien hadden af te geven aan de club. Mm-hmm. Ik denk dat hij daar heel lang mee geworsteld heeft, met dat gevoel. En dat hij daar heel veel over gebabbeld heeft. Van ja, kan ik dat wel maken om mensen te vragen om hun geld af te geven? Maar uiteindelijk is het vrije wil. En als mensen dat willen doen, dan is het zeker niemand zijn schuld geweest dat ze dat gedaan hebben. En ik denk ook niet dat iemand zich dat beklaagd heeft. Integendeel zelfs. Ik denk dat die mensen heel blij waren dat ze iets konden doen, snapte? En ik denk ook dat wel iedereen realistisch genoeg was om te geven wat ze konden geven. Dus ik zag dat probleem ook niet. Ik vind het net heel mooi. Iedereen was eigenlijk gelijk. En gaf je 1 euro of gaf je 1000 euro of de baas van Netnet die de schuld van Boekalisatie heeft betaald, die waren allemaal gelijk, die waren even belangrijk. Dat maakte niet uit. Een superrijke mens die uit zijn villa in Keerbergen kwam neergedaald om een grote geste te doen, of een gast die in de haven werkte en zijn spaarpot kwam afgeven, die waren gelijk. En ik denk dat Mark daar heel hard op gehamerd heeft en dat dat ook de kracht van het succes was. En daarom ook dat niemand zich ooit zal verwijten dat hij daar iets aan de club heeft gegeven. En dat er misschien een echtelijke ruzie was met kerst van ja, geen kerstcadeaus dit jaar, want ik heb 1000 euro aan de club gegeven. Dat is maar ruzie 1 keer. Hè. Dat is 1 jaar dat je ruzie hebt. Dat is ook het verhaal van de redding. Had dat zwaard van Damocles niet boven onze hoofden gehangen, dan was dat nooit zo'n unieke periode geweest. Dat was, allez, je mocht dat nu achteraf niet onderschatten. Dat was het feit. Als dat niet gelukt was, dan was KV Mechelen zoals het bestaat, met stamnummer 25, met de geschiedenis van de club, met de kleuren, met het stadion, dat was allemaal de vuilbak ingegooid geweest. Mensen mogen dat echt niet onderschatten. Dat was wel degelijk de realiteit. En nu wordt achteraf makkelijk gezegd van ja, maar dat had misschien sowieso gelukt. Of je had een ander stamnummer kunnen overnemen. En dat was dan ook KV Mechelen geworden. Dat is totaal fout. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Dat maakt die periode zo uniek. We hebben die club zoals ze was gered. En dat is nog altijd de club zoals ze in 1904 is opgericht. En dat maakt het zo uniek. Maar de twee belangrijkste redenen waarom dat we nu zo populair zijn, is nog altijd Europese successen, maar ook de redding. En waren de Europese successen er niet geweest eind jaren 80, hadden we waarschijnlijk minder fans gehad die geld konden inzamelen om ons te redden. Dus ik denk inderdaad, die Europese successen waren cruciaal. Want de mensen die toen jong waren eind jaren 80, die waren met de redding 30, 40 jaar en die waren ook in staat om geld bij elkaar te brengen. Dus ik denk zeker dat de Europese successen belangrijk waren voor de redding. Ja. Alles hangt aan elkaar in die voetbalclub. Alles, 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 alles. En het dreigement van dat allemaal zou verdwijnen en dat mensen hun persoonlijke geschiedenis met de club zou verdwijnen. Hey, uw ouders, uw grootouders die iets hebben meegemaakt. Er waren mensen die in de jeugd hadden gespeeld. Er waren mensen die familieleden kenden die misschien in de eerste ploeg hadden gespeeld. Stel u voor dat eigenlijk allemaal zou gewist geweest zijn uit de geschiedenisboeken. Die pijn, die konden we echt onszelf niet aandoen. En ik denk dat daarom de redding uiteindelijk gelukt is. Ik was 16, ik speelde 2 jaar bij KV. Ik had zoiets van, ja, oké, top.